De Graafschap is ongewijzigd voor het duel morgenavond uit tegen RKC. Vrijdag werd de wedstrijd vrij laat afgelast tegen Telstar. En dat was toch wel een beetje irritant. Ja, zo zag het er 's ochtends niet naar uit. En uiteindelijk, 's middags was toch de conclusie dat een gedeelte natuurlijk zacht was. En een ander gedeelte was hard. Ja, dan is het natuurlijk gevaarlijk. Ja, dat is een goede beslissing. Nou, bij RKC kunstgras, dus daar heb je niet met dat soort dingen te maken. Nee, dat klopt. Dus ook wat je net al terecht zei, van nu train je om echt morgen te gaan spelen. Ja. Nog niet erbij Dean Koolhof, maar het grote talent van de Graafschap is wel op de weg terug. Ik heb nu de afgelopen 2 weken ongeveer elke keer mijn conditie opgebouwd. En ik mag nu eigenlijk vanaf vandaag weer wat meer met de groep mee gaan doen. Ja, want je hebt de ziekte van Pfeiffer gehad. Enorme aanslag op je conditie geweest? Ik ben er al nu in totaal denk ik al zo 3,5 maand uit. En het was vooral eerst met mijn enkel, waardoor ik de hele tijd weinig tot niks heb kunnen doen. En toen ik eigenlijk weer bijna fit was daarvan, toen heb ik 5 gekregen. Alleen ik heb nog wel het geluk gehad dat het een lichte vorm van de 5 was. En ik heb nu eigenlijk die 2 weken conditie opgebouwd en nu ook met wat ik nu met positiespel heb meegedaan. Ja, ik voel me gewoon goed erbij. Het vertrouwen zal er zijn hè, na die 2 overwinningen. Ja, maar goed, uiteindelijk moet je ook dat omzetten.